Goedenavond allemaal. Welkom bij deze lezing van de Natuuracademie. Ik ben Nienke Groendijk. Velen van jullie zullen mij niet zo kennen, maar ik verzorg samen met Ineke en Guy eigenlijk het programma van de Natuuracademie. En vanavond hebben we spreker van de Vlinderstichting, Albert Vliegendhart. En die zal ons meenemen in het verhaal Onder het Maaiveld heet het programma. En het gaat over de bodem onder de vlinders. Albert, aan jou het woord. En nog even, als je een vraag hebt, zet hem in de chat. Op jullie Zoom-schermpje zie je middenonder zie je de chat staan. Daar kun je dan de vraag intypen. En aan het eind van de lezing gaan we in op de vragen. Veel plezier allemaal. Dankjewel, Nienke. Ja, leuk om hier te zijn vanavond. Thuiswedstrijdje. Ik zit ook in Wageningen. We hadden sowieso misschien wel beter bij elkaar kunnen zitten, maar er was ook inderdaad een hele volle zaal geweest. Ik zie 70 deelnemers. Dat is heel veel animo voor een leuk onderwerp. Dat betekent dat ik jullie vanavond mee ga nemen in een verhaal wat eigenlijk onder de grond gaat. En waarom en wat dat allemaal betekent, dat ga ik jullie natuurlijk uitleggen. En ik zal mezelf even heel kort introduceren. Ik ben Albert Vliegendhart, ik ben ecoloog en programmamanager bij de Vlinderstichting. En deels ook verantwoordelijk voor het programma Onder het Maaiveld. En daar ga ik zo meteen uiteraard wat meer over vertellen. Nienke gaf het al aan, hè, als er vragen zijn, bewaar ze even, zet ze in de chat. Dan kunnen we na afloop die eventjes doorgaan. En de meest relevante vragen, afhankelijk van de tijd die we over hebben, beantwoorden. Betekent dat we een uurtje onderweg gaan met elkaar. En dan hebben we in ieder geval een hele interactieve en leuke avond, hoop ik, met elkaar. Ik zie er al een in de chat staan, maar die ga ik nu niet lezen. Ik ga mijn scherm delen. En als het goed is, zien jullie die nu. En is die ook in de presentatiemodus. Zoals gezegd, de bodem. Ik heb mijn titel maar even de vitale bodem genoemd. En daarin... Als nou Oekraïne zoveel nadruk legt op dat krijgen van wapens, betekent dat... Dankjewel. Die kwam er even goed doorheen. Volgens mij was dat het 8 uur journaal. Onder het Maaiveld, dat is het programma waar wij aan werken. Dat is een programma wat eigenlijk gefinancierd wordt door de Nationale Postcode Loterij. We hebben 2 jaar geleden eigenlijk een aanvraag ingediend bij de Postcode Loterij samen met IUCN en het NIO, wat ook in Wageningen zit, en het Center for Soil Ecology, over het thema bodem. En dan kom je bij de Postcode Loterij met zo'n onderwerp en dan zeggen ze in eerste instantie van dat is eigenlijk wel heel omvangrijk. En de plannen die wij hadden, die waren zo groot. We hadden een aanvraag ingediend van 30, 40 miljoen. Postcode Loterij had zoiets van, het is toch eigenlijk best wel een belangrijk onderwerp. Maar wat moeten we hier nou mee? Het is ook niet zo sexy, hè? Het is niet dat je luipaarden gaat redden en dat je de mensen kunt laten zien, kijk, daar lopen ze. Nee, het gaat echt over iets fundamenteels. De bodem is de basis van ons bestaan zo'n beetje, samen met water en de lucht. Nou, vaak weten we wel hoe dat in elkaar zit. Water en lucht, daar hebben we heel veel aan gewerkt. Maar ik ga nu even luisteren. Oh ja? Wordt inderdaad vaak een beetje onderbelicht. Maar ze zijn begonnen toch met die lezing? Ja, we zijn begonnen. Dus graag even op mute. Dus dat programma heeft de Postcode Loterij eigenlijk zo voorgesteld om het in een kleine vorm eerst maar eens te laten zien wat wij kunnen. En daar ga ik jullie straks veel meer over vertellen. En als we daarmee klaar zijn, dan hebben we eigenlijk een hele mooie opmaat om dat te gaan opschalen. Dus we gaan uiteindelijk in de toekomst misschien wel een droomfonds indienen wat nog veel breder gaat dan alleen dit programma. Maar goed, desalniettemin, de bodem is een beetje onderbelicht. We weten eigenlijk allemaal wel met elkaar een aantal problemen rondom die bodem te benoemen. Wat we natuurlijk zeker een jaar of 10, 20 al geleden al heel veel merkten, was dat de bodem verlaagt. Het zakken van de bodem door het indrogen van het veen. We weten allemaal nog wel die kleine dijkdoorbraak in Wilnis. En zo horen we ook dat de druk van het smelten van de pool en de stijging van het water, dat veel risico's met zich meeneemt in West-Nederland, omdat daar de bodem ook lager gaat worden. Dan denk ik altijd, bij Rotterdam is het al 9 meter onder NAP, dus hoe erg kan het worden? Maar een probleem is natuurlijk wel als de bodem zakt en het veen komt droog te liggen, dat ook heel veel CO2 bij vrijkomt. Maar hoe hou je dat nou tegen en wat betekent dat dan eigenlijk?
Dat betekent dat je in de klimaatverandering van vandaag ook steeds meer problemen ervaart. Hè? We hebben piekbuien, we hebben slechte afvoer van ons hemelwater, we hebben droogte. En eigenlijk heeft dat alles met elkaar te maken en de bodem speelt daar een hele belangrijke rol in. Dan zien we tegelijkertijd dat onze bodem in Nederland behoorlijk verdicht is. Sterker nog, ik denk dat op een paar procent na de bodem in Nederland niet verdicht is. En verdicht betekent eigenlijk heel erg ingeklonken. Hier zie je een aantal voorbeelden. Hè. Dus op bouwlocaties zie je vaak na een paar buien behoorlijke plassen staan. Maar ook als je gewoon een boswandeling maakt, dan zie je eigenlijk rijsporen van grote machines die bomen hebben geoogst of werkzaamheden hebben gedaan. En eigenlijk zie je die sporen na honderden jaren eigenlijk nog steeds in je landschap terug. Ik heb ooit in mijn jeugdbondstijd een excursie gehad in Drenthe, waar we de Celtic Fields en de karresporen in de Dwingeloze Heide, en die gingen we daar bekijken. En dan zie je dus inderdaad dat die karresporen van de eeuwen nog steeds zichtbaar zijn in het landschap. Nou, je ziet vandaag de dag overal op ieder bospad wel van dit soort sporen. Dus ja, ik denk dat we Nederland over 1000 jaar gewoon herkennen als een grote infrastructuur. Niet alleen in de natuur en de stad, maar ook in de landbouw is de bodem zwaar verdicht. En dat betekent dat daar eigenlijk allerlei problemen aan ten grondslag liggen. En dus die bodem die heeft geen lucht meer, er zit weinig bodemleven in. Dat betekent ook dat consequenties heeft voor de productie van je gewassen. Maar ook over de klimaatadaptatie. Hè. Het water gaat niet meer weg, de bodem wordt minder hittebestendig. Nou ja, eigenlijk kun je heel veel, ja, zoals wij dat noemen, ecosysteemdiensten koppelen aan die bodem. Je ziet hier een aantal voorbeeldjes. Maar dat betekent eigenlijk dat als je een gezonde bodem hebt, en dat geldt eigenlijk niet alleen voor in de bodem, maar ook boven de grond, dan krijg je uiteindelijk minder overlast. Dus die processen die daarin plaatsvinden, die zorgen eigenlijk voor heel veel aanvoer van voedingsstoffen voor planten, voor micro-organismen die weer verantwoordelijk zijn als onderdeel in de voedselketen voor grotere soorten. En zo zie je dat eigenlijk heel veel zaken met elkaar in verhouding staan. De waterafvoer is natuurlijk heel erg belangrijk. Kijk, wat ik heb toevallig bij de laatste hoogwaterstanden hadden we het erover. En ja, die piekbuien, als je dan zeg maar die verdichte gronden hebt van de landbouw, dan zie je dus dat er zoveel water naar beneden komt. We hadden dit jaar een behoorlijk nat jaar. Maar dat water eigenlijk in 2 dagen in de Maas ligt. Omdat het eigenlijk de weg van de minste weerstand kiest, langs de landbouwgronden eigenlijk doorspoelt en als het ware ondergrondse riviertjes vormt, waardoor het water eigenlijk supersnel in de rivier terechtkomt. Terwijl van nature hoort dat natuurlijk veel langer op zijn plaats te blijven en heel langzaam afgevoerd te worden. Nou, door die verdichting klopt dat dus niet meer. En ja, dan zie je dus eigenlijk allerlei ecosysteemdiensten die daar nadeel van ondervinden. Zoals ik al zei, hè, dus die biodiversiteit onder de grond werkt hetzelfde als boven de grond. En heel vaak stel ik de vraag, ja, wat is biodiversiteit dan? En dan krijg ik het standaard antwoord vaak te horen, ja, dat zijn eigenlijk alle verschillende soorten die we hebben hier op aarde. Maar het gaat eigenlijk wat verder, hè? Die soorten die hebben eigenlijk allemaal nog interacties met elkaar, maar ook met hun landschap. Dus ik heb hier een plaatje gemaakt waarbij je eigenlijk wat soorten ziet die afhankelijk zijn van verschillend leefgebied. Dus je hebt soorten die komen op het zand voor, maar ja, die zoeken wel beschutting in het bos. Soorten die in het bos leven en zich voortplanten, die zoeken misschien voedsel in het grasland. En zo heb je eigenlijk altijd dat al die verschillende landschapstypen met elkaar een interactie hebben. Nou, dat noem je onder andere biodiversiteit, maar je ziet bijvoorbeeld ook die twee koolmezen die eigenlijk heel erg op elkaar lijken, maar genetisch gezien ook nog wel heel erg verschillend kunnen zijn. En dat betekent dus dat ook de genetische diversiteit een onderdeel is van onze biodiversiteit. En dat is heel belangrijk, want die heb je nodig om gezonde populaties in stand te houden. Ja, anders krijg je inteelt en dat soort zaken. Dus je hebt ook genetische diversiteit nodig. Dus op het moment dat je isolatie hebt van populaties, ja, dan krijg je eigenlijk langzaamaan het uitsterven van zo'n populatie, omdat er te veel inteelt gaat komen. Nou, dat hele principe van dat hele biodiversiteit verhaal, dat ecosysteem, dat is natuurlijk onder de grond net zo. En ik realiseerde bij het maken van deze presentatie vanmiddag dat ik eigenlijk heel weinig over soorten ga vertellen. Dus als je had gehoopt dat we heel veel vlinders gingen zien, dan kun je nog afhaken. Maar ik zou zeggen, hou nog even
vol, want het is toch minstens wel interessant. En ik zal straks ook uitleggen waarom wij als Vlinderstichting zo inzetten op die bodem. Want er is wel degelijk een hele belangrijke interactie tussen de, ja, tussen ons grensvlak. Hè? Wat gebeurt er nu onder de grond en boven de grond? En zo zie je dus dat, ja, dat hele voedselweb onder de grond uiteindelijk ervoor zorgt dat je boven de grond ook leven hebt. Ja, er zitten er allerlei complexe factoren bij. Ja, dus op het moment dat wij ons gingen verdiepen in, ja, wat is dan bodemkwaliteit? Waar gaat het dan eigenlijk over? Als je het hebt over bodembiodiversiteit, dan kom je net als boven de grond heel veel verschillende zaken tegen. Bijvoorbeeld alleen al onze grondsoorten. Ja, het maakt nogal uit of je op kleigebieden zit, of op zandgebieden, of in het veen. Misschien wel op de lusgronden in Limburg. En als je dat even doortrekt, hè, want het is natuurlijk niet alleen belangrijk in Nederland, het gaat eigenlijk over de hele wereld. Ja, daar heb je nog allerlei mineralen en gesteentes. Hè. Als je kijkt naar België, waar zoveel meer grondtypes aanwezig zijn dan in Nederland. En je trekt het nog even door richting de Alpen en verder. Dan, ja, dan kom je overal verschillen tegen waarin heel veel zaken een rol spelen op de kwaliteit. De ondergrondse biodiversiteit is daarmee ook heel erg divers. Dat betekent dat er allerlei ecosystemen zijn en dat je ook eigenlijk allerlei soorten indicatoren hebt. Dus soorten die iets vertellen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Net zoals we dat boven de grond hebben, kunnen we vlinders aanwijzen als goede indicatoren, kun je onder de grond bepaalde bacteriën, schimmels of juist artropoden aanwijzen die iets zeggen over hun kwaliteit. Dat betekent dat als je veel van dat soort organismen aanwezig hebt, dan heb je te maken met een gezond bodemleven. En dat betekent dat je structuur goed is, dat je vochthuishouding goed is, dat je pH waarschijnlijk goed is. Nou ja, als we een beetje zo door onze wimpers kijken of door onze oogharen heen kijken, dan zien we dat de bodemkwaliteit in Nederland eigenlijk dramatisch slecht is. Nou, als je dus daar iets over wil gaan zeggen, moet je dus rekening gaan houden met ontzettend veel factoren. Structuur, de geografie, maar ook hoe ga je met je grond om? En dat geldt niet alleen voor de tuinbezitter. Hè? Ga je compost verwerken of ga je spitten of niet? Dat geldt ook voor projectontwikkelaars, geldt ook voor de openbare ruimte. Het geldt net zo goed voor boeren en voor natuurbeheerders. Hoe ga je nou eigenlijk met die bodem om? Om een heel simpel voorbeeld te geven. We hadden zo'n 15, 20 jaar geleden hadden we ook wel wat projecten waarbij we bijvoorbeeld verbindingszones gingen maken. Ja, je kunt je voorstellen dat je ergens in een bosgebied bent. Je hebt daar twee kleine heideterreintjes. En we zijn nogal gewend om de weg, de makkelijkste weg te nemen. Dus er komt een rechte lijn tussen te liggen als verbindingszone. Nou, dan ga je daar de bomen kappen. In de hoop dat daar heideontwikkeling gaat plaatsvinden. En in de praktijk zie je dan na een jaar of vijf dat de hele boel aan het verruigen is. Hadden we destijds naar de bodem gekeken, dan hadden we misschien beter over die potselgrond kunnen gaan. Misschien met een iets langere weg, maar waardoor je dus eigenlijk iets minder verruiging zou gaan krijgen. Sneller heidevorming terug zou kunnen krijgen en eigenlijk een veel betere corridor had kunnen maken. Terwijl hetgeen wat gerealiseerd is, was korte termijn gedachte, niet naar de bodem gekeken. In de gedachtegang, we hoeven zo min mogelijk bomen te kappen. Maar uiteindelijk levert dat niet het gewenste resultaat op. He, dus zoals ik al in het begin zei, we hebben die bodem heel vaak onderschat. Nou, Nederland kun je ook indelen in heel veel bodemtypes. Hier een bodemkaart van Nederland. Nou, aan de type kleurtjes kun je wel een beetje zien dat daar heel veel diversiteit in zit. Nou, heb je het over zandgronden, dan kunnen daar leemdelen in zitten. Veel leem, weinig leem. De klei, is het minerale klei, is het zeeklei, rivierklei. Nou ja, zo kun je heel veel bodemtypes definiëren. Veengronden, dus je ziet een beetje de roze kleuren, gele kleuren zijn de zandgronden. Het groenige is meer het kleigebied en het donkerpaarse is meer veengebied. Donkerrood in Limburg is natuurlijk de mergelgrond. En daar zitten eigenlijk ook net als boven de grond heel veel overgangen in. Dit zegt heel veel, zo'n kaart. Een voorbeeldje hiervan is bijvoorbeeld de verspreiding van de sleedoornpaarse. Een soort die we in Wageningen wel kennen. Komt voor op sleedoren. Ik had er best even een plaatje van bij kunnen doen, maar hij schiet mij in één keer te binnen. Ja, maar dat is een soort die kennen we van sleedoorns. En als je de verspreidingskaart van sleedoorn bekijkt, dan zie je dat die soort door heel Nederland voorkomt. Maar die sleedoornpaarse komt uitsluitend voor op die bodemovergangen. Dus daar waar het zand overgaat naar klei. Die sleedoorns, die worden benut om eitjes op te leggen. En dat zie je heel goed als je dus bijvoorbeeld
Wageningen laag, daar vind je sleedhoornpaasjes. Wageningen hoog vind je ze eigenlijk niet meer. Dus in Bennekom ook, daar vind je nog net wel wat eitjes. Als je kijkt aan de binnenveldse kant, dan ga je eigenlijk hoger het zand op. Dan verlies je daar eigenlijk die sleedhoornpaasje. Nou, Ieperpaasje maakt er ook gebruik van. Die houdt wat meer van leem. En zo zie je dat die soorten daarop zijn aangepast. En wat betekent dat? Ja, op die bodemovergangen, daar is de mineralenhuishouding waarschijnlijk net even anders, waardoor de voedselkwaliteit van die sleedoren, of in dit geval de iepen, dat die daar net iets in kan verschillen en dat dan juist daar die vlinders op zijn aangepast. Dus ook hier weer een voorbeeld van hoe die bodem eigenlijk een belangrijke rol speelt met bijvoorbeeld het beschermen en in stand houden van vlindersoorten. Het bodemleven is interessant en daar hoeven we eigenlijk helemaal niet zo diep voor, hè, want vaak is dat de eerste 30 centimeter van onze toplaag, daar speelt het zich voornamelijk in af. Zou je dieper gaan graven, ja, dan wordt ook de hoeveelheid lucht en zuurstof in de grond wordt minder, de compactheid wordt sterker, dus je gaat daar ook steeds meer soorten verliezen. En de soorten die je dan eigenlijk op diepte alleen maar tegen gaan komen, die worden kleiner en kleiner. Dus ook daarin zie je wel weer dat er een gradiënt ontstaat in zeg maar veel en weinig diversiteit. Hier een voorbeeld van een donker pimpernelblauwtje. Een van de Maculinia soorten. Hè. Je hebt ook het Gentiaanblauwtje, het gewone pimpernelblauwtje. In zekere zin ook heideblauwtjes hebben zo'nzelfde systeem. Maar wat er gebeurt, hè, die vlinders zijn afhankelijk van een specifieke waardplant. Alleen op die plant leggen ze hun eitjes. Vervolgens komen uit die eitjes natuurlijk de rupsjes. Die laten zich na een verloop van tijd, als ze wat volgroeid zijn, vallen op de grond. Worden herkend door knoopmieren. En die mieren die nemen vervolgens die larfjes mee hun nest in. Om daar uiteindelijk ja, de winter door te gaan komen. Ze verpoppen in die nesten en in het voorjaar komen ze daar dan weer uit. En dit vind ik een heel sprekend voorbeeld waarom we bijvoorbeeld de bodem beter moeten beschermen. Omdat als we dat niet doen, ja, dan hebben we eigenlijk ook slechte populaties van deze mieren. En mijn collega Irma die doet al bijna 30 jaar onderzoek aan dit soort soorten. En ook zij heeft haar werk veel meer verlegd naar het bodemleven. Als je een soort wil herintroduceren, dan kun je kijken, hè, neem even het Gentiaanblauwtje waarbij we dat hebben gedaan. Ja, dan kun je kijken of de klokjes Gentianen in het veld staan. Dan kijk je naar het heideterrein of het niet te nat of te droog is. En dan zou je in principe denken, nou, dit zit wel goed. Dan leggen we nog wat suikerklontjes neer om te kijken of we de juiste mieren kunnen vinden. Nou, als dan die knoopmieren aanwezig zijn, dan trekken we snel de conclusie dat het geschikt is. We hebben nooit gekeken naar het voedsel van de mieren. En het voedsel van de mieren bestaat eigenlijk weer uit heel veel springstaarten die toch weer in die bodem leven. Dus zo'n mier, die kan daar wel lopen, maar dat zegt eigenlijk nog helemaal niks over die vitaliteit van zo'n populatie. En dat betekent dus als de mierenpopulaties niet op orde zijn, dat dan uiteindelijk ook de vlinderintroducties niet gaan lukken. En de bescherming van die soorten dus eigenlijk ook niet. En dus die interactie tussen insecten en het bodemleven is ook hier heel duidelijk aanwezig. Zoals ik al zei, in die bodem gebeurt heel veel, allerlei processen. Ik ga dat niet helemaal in detail uitleggen, want daar kunnen we hier nog uren over hebben. Maar het vastleggen van stikstof is bijvoorbeeld één, het vastleggen van koolstof is een ander. Nou, dat zijn twee onderwerpen die vandaag de dag heel erg belangrijk zijn in onze maatschappij. Te veel stikstof, NOx'en, zorgen voor stikstofdepositie, betekent dat er heel veel dingen gaan veranderen in onze leefomgeving. Daar ga ik straks nog wat over zeggen. En dan zie je toch eigenlijk dat als op het moment dat de balans in die diversiteit verschuift onder de grond, dat daar een overschot komt aan stikstof eigenlijk en ook aan koolstof. En dat betekent dat dat niet meer goed geaccumuleerd kan worden, waardoor je een overschot gaat krijgen, waardoor je bodem letterlijk zou gaan verzuren. Dat betekent ook dat mineralen zoals zink en koper, mangaan, noem ze maar op, dat die eigenlijk niet meer gebonden worden en daardoor eigenlijk heel makkelijk kunnen uitspoelen. Dat betekent ook dat we de diversiteit onder de grond in de zandgronden veel sneller verliezen dan in de kleigrond. Nou, jullie hebben ongetwijfeld de verhalen gehoord over de argusvlinder bijvoorbeeld. Dat is een vlindersoort die in een paar jaar tijd eigenlijk uit de zandgronden is verdwenen. En we weten eigenlijk niet zo goed waarom.
Dit lijkt een van de redenen te zijn. En die soort komt eigenlijk alleen nog in West-Nederland voor en in Friesland. Daar waar veel kleigebieden zijn, waar nog meer mineralen in de bodem zitten, waar die soort dus eigenlijk nog steeds voldoende voedingsstoffen uit zijn gras kan halen. Dus ook hier speelt de bodemkwaliteit weer een rol voor de achteruitgang van een vlindersoort in dit geval. Nou, allerlei organismen zijn daarvoor verantwoordelijk, van schimmels en bacteriën. Het is heel erg afhankelijk van hoe je bodemgesteldheid is. Hè. Wat is de verhouding tussen die twee? Is een bodem schimmelgestuurd of bacteriegestuurd? Dat maakt heel erg uit voor de processen die in die bodem plaatsvinden. Bij die processen komen natuurlijk ook allerlei voedingsstoffen vrij voor de planten. Dat betekent dus dat je, ja, wil je een kruidenrijke situatie hebben, dat dat mooi in balans moet zijn. Is die uitbalans, dan zul je zien dat je veel meer stikstofoverschot krijgt en dat je dus eigenlijk verruiging gaat krijgen. Nou, dit plaatje is even om aan te geven hoe groot die diversiteit in de grond eigenlijk is. Als je kijkt naar een kubieke meter grond, ja, dan zie je daar biljoenen soorten in voorkomen. Of eigenlijk niet soorten, maar organismen. He, dus er zijn echt ontzettend veel bacteriën aanwezig. He, by far het meeste zo'n beetje. Maar denk ook aan nematoden, springstaarten, bepaalde algen. En eigenlijk, wat wij binnen het programma willen zeggen, is dat de diversiteit onder de grond nog wel groter is dan het tropisch regenwoud. En nou, dat weten we allemaal, dat de biodiversiteit in dat soort gebieden natuurlijk het hoogste is op aarde, zo'n beetje. Maar dan hebben we het eigenlijk vaak ook nog niet over het bodemleven daar. Als je dat nog eens erbij zou tellen, ja, dan is dat natuurlijk evident nog steeds het meest biodiverse stukje ter wereld. Maar het gaat er even om dat er zoveel soorten in die bodem voorkomen en zoveel organismen, dat je eigenlijk kunt zeggen van, goh, als je dat zou verhouden met het aantal koeien of het aantal mensen op deze planeet, dan is dat compleet uit verhouding. Is ook logisch. Dat heeft te maken met de balans en de piramide waarin we zitten. Het is de basis van ons bestaan. Dus natuurlijk moet dat ook het grootste zijn. En je kunt je voorstellen dat ook onder de grond er allerlei interacties zijn tussen die soorten. Net zoals die pimpernelblauwtjes die van die mieren leven afhankelijk zijn en dus ook pimpernellen moeten hebben. En dus ook de juiste springstaarten als voedsel, zie je ook hierin dat heel veel bacteriën en schimmels, arthropoden, springstaarten, duizendpootjes, allerlei interacties hebben met elkaar. Dus dat hele ecosysteem boven de grond kun je als het ware ook projecteren onder de grond. Nou ja, die complexiteit van deze kaartjes, daar kun je eigenlijk wel zien dat dat heel, heel complex is. En daar weten we ook nog lang niet alles van. En de vraag is dat belangrijk om te weten om beter met onze bodem om te gaan? Of is dat eigenlijk navenant niet zo relevant? Ik denk dat laatste. Het is belangrijk om te beseffen dat dat een heel belangrijke rol is, maar welke soort nou precies een interactie heeft met welke soort, dat is denk ik niet zo heel spannend. Kortom, als er geen balans meer is, en dit is eigenlijk het verhaal wat ik altijd ook vertel bij het bermbeheer bijvoorbeeld, als we ons landschap eigenlijk niet meer die veerkracht gaan meegeven omdat we soorten verliezen, krijg je een monotoom landschap. En dat betekent dus dat je uit evenwicht bent. En ik vertaal dat altijd naar bedrijven en andere mensen. Je krijgt gewoon last. Je krijgt last van water, van droogte, van plagen. Denk aan de eikenprocessierups. Als je met ecologisch bermbeheer aan de gang gaat, ja, dan raak je die eikenprocessierups niet kwijt. Die hoort ook in ons ecosysteem, alleen je hebt er geen last meer van. Dus in plaats van een kilometer berm met, nou, pak een beetje 700, 800 nesten, vind je dan nog steeds 5 tot 10 nesten. Nou, dat is gewoon aanvaardbaar, dat is beheersbaar, heb je ook niet zo last van. Maar op het moment dat dat uit balans is, dan krijg je eigenlijk overlast. Iets wat we in de landbouw zien, daarom worden er zoveel herbiciden en pesticiden gebruikt. Omdat we ziektes tegen moeten gaan. Ook zoiets, onze bodem houdt ziektes vast. Q-koorts, vogelgriep, zit gewoon in de grond. Als die grond niet in balans is, verlies je die veerkracht, komt het naar buiten, hebben wij er weer last van. En dus op die manier probeer ik ook vaak naar andere mensen te vertalen hoe belangrijk zo'n bodem bijvoorbeeld is en wat het met je doet. Een voorbeeld, ik werk veel met infrastructuren. Hier hebben we een terrein van Tennet, zo'n hoogspanningsterrein. En dan denk ik wel eens even om voor ze. Hè? Want ik heb altijd het pleidooi dat ze aan biodiversiteit kunnen werken door dit soort terreinen te vergroenen. Laat hier maar kruidenrijk grasland voorkomen.
Nou, dat vinden ze heel moeilijk. Want ja, ze zijn al jaren gewend om zo te werken. En ja, Albert, dat is hartstikke leuk. Maar voordat je aan de gang gaat, moeten we eerst de kabels dieper leggen. Want die worden te heet. Kijk, en dan zeg ik altijd, wacht eventjes. Daar heb je nou je economisch verdienmodel. Op het moment dat je hier grasland hebt, dan krijg je een natuurlijke koeling van je terrein. En dus geen verhitte kabels meer. Nou, dat is inmiddels geland. En dat betekent dat ze bij Tennet nu al dit soort terreinen gaan omvormen naar graslanden. Je ziet hier ook in het plaatje een foto die ik heb gemaakt met een warmtecamera. Nou, dit was dan eigenlijk nog een beetje in de winter, dus dan is het verschil niet zo schokkend. Maar afgelopen zomer, dan heb je wel eens, twee zomers terug, toen was het zo heet. Dan heb je wel eens een dag waarin het 30, 35 graden kan worden. Nou, dan loopt de temperatuur op deze terreinen op tot 70 à 80 graden. Nou, dan kun je je voorstellen dat die monteurs hier niet prettig werken. Op het moment dat je daar een kruidenrijk grasland neerlegt, dan is die temperatuur nog steeds wel hoog. Hè. Die gaat dan nog steeds naar de 40 graden. Maar dat is altijd beter dan zo'n 70 à 80, want dan kun je zowat een ei op bakken. Dus ook dat is voor ja, een bedrijf als Tennet wel een motivatie om dit te gaan veranderen. En dat betekent dat we het eigenlijk helemaal niet meer hebben over het voorkomen van vlindersoorten of bepaalde planten. Maar het gaat eigenlijk over het businessmodel van zo'n organisatie. En mijn agenda is dan wel dat als het groen wordt, dat je meer leefgebied hebt voor soorten. Dus dat is eigenlijk de insteek. Terwijl voor een bedrijf dat vaak niet een kerntaak is. En toch moet je hem kunnen vertalen naar zo'n kerntaak. Dus het gaat vaak over veiligheid of gezondheid. Nou, en op die manier kun je vaak wel veel beter overtuigen. Even kijken hoor, dit zijn nog een paar quotes. Hè? Dus het gaat eventjes over krantenkoppen die maar aanduiden dat we te veel last hebben. En dat je dat soort dingen kunt oplossen met natuuroplossingen. Hè? Bijvoorbeeld dus ook met herstel van bodemkwaliteit. Afbraak van het saneren, vervuilde stoffen, kan via de bodem met bacteriën. Nou, koolstof heb ik al een beetje uitgelegd. De voedselproductie kan omhoog gaan als je anders met die grond omgaat. Kortom, er zijn eigenlijk zoveel redenen te bedenken om meer te gaan doen aan bodemkwaliteit. En dan zie je dus eigenlijk dat die diversiteit ten eerste zo groot is, maar dat je dus ook kunt zeggen, wacht even, die bodem heeft meerdere functies. Het is een essentiële voedselbron voor heel veel soorten, misschien ook wel voor onszelf. Het zuivert ons water, je kunt het inzetten als een klimaatbuffer. Het houdt ziektes vast, het heeft invloed op je CO2 en op de stikstofomzettingen. Kortom, eigenlijk heeft zo'n bodem heel veel functies. En ja, dat betekent dus dat we daar veel zorgvuldiger mee om moeten gaan. Het grappige is dat we dat jarenlang gewoon zijn vergeten. Waterkwaliteit, heel belangrijk, hebben we heel hard aan gewerkt, is ook uiteindelijk veel beter geworden. Luchtkwaliteit is op veel fronten verbeterd, niet overal in deze wereld, maar toch. Maar bodemkwaliteit, ja, het is toch gek dat we dat altijd zijn vergeten. En hier nog zo'n verhaaltje over die mineralen. Dus die worden niet meer vastgehouden, die spoelen weg. En een van de redenen, had ik eigenlijk net al willen vertellen, is waar zijn die mineralen nou goed voor? Je ziet bijvoorbeeld aan een plant, kun je precies zien als er een gebrek is aan bepaalde mineralen. Dus je ziet bijvoorbeeld, bij zink gaat het verkleuren, bij mangaan gaat het wat slap hangen, bij borium, of bij boor krijg je juist puntige blaadjes. Nou, je kunt eigenlijk allerlei verschijnselen zien aan die planten om te kijken van wat mis je nou eigenlijk daarin. Ook voor vlinders zijn die mineralen superbelangrijk. Dus een rups die moet gaan verpoppen, die heeft gewoon een bepaalde hoeveelheid aan secundaire metabolieten nodig en aan mineralen. Nou, door de stikstof gaan die planten eigenlijk veel harder groeien en krijg je dus relatief gezien veel minder van dat soort voedingsstoffen binnen. Bijvoorbeeld deze soort, de kleine heivlinder. Ja, het spijt me, maar we hebben heel hard eraan gewerkt, maar ik ben gewoon bang dat we te laat zijn. Deze soort komt alleen nog voor op het Kootwijkerzand. Afgelopen jaar was mijn inschatting dat er 10 individuen hebben gevlogen. Nou, dat is voor een vatbare populatie natuurlijk veel te weinig. Ik ben bang dat we de soort gewoon komend jaar of het jaar daarna echt definitief kwijt zijn. Een van de redenen is de mineralenhuishouding. Dus door die stikstofdeposities op die stuifzanden zie je dat die grassen waar die vlinder van afhankelijk is harder groeien, waardoor er dus eigenlijk relatief minder voedingsstoffen in dat gras zitten,
waardoor die rupsen een tekort hebben aan mineralen om te kunnen verpoppen. Dat is één theorie. De andere theorie is dat je door die stikstofdepositie ook juist andere soorten krijgt. Ja, die exoot, het tankmos, ook wel het grijs kronkelsteeltje, domineert over de randen van de stuifzanden heen. En dat betekent dat zo'n soort in de winter relatief veel vocht vasthoudt. Nou, je ziet in dat polletje gras, als je heel goed kijkt, zie je daar een rups van de kleine hijvlinder. Dat was trouwens uren zoeken voordat je er zo eentje hebt gevonden trouwens. Maar goed, we hebben er een paar gevonden. Maar, heel belangrijk, deze soort overwintert als nuchtere rups. Dus dan zijn ze superklein, een millimetertje of twee. Ja, als het dan vochtig is en je hebt een beetje een warme dag, dan heb je grote kans dat zo'n klein rupsje kan gaan beschimmelen. En dus uiteindelijk ook doodgaat. Allemaal gevolgen van stikstof en van mineralenverlies uit de bodem. Omdat het al zo'n kritische soort was, verlies van leefgebied, plus nog eens dat hele bodemproblematiek en de stikstof, kunnen we zo'n soort eigenlijk niet redden. We hebben natuurlijk jarenlang heel hard gewerkt aan het verbeteren van onze stuifzanden, maar de basis van het probleem los je daar niet mee op. In de landbouw zien we nu ook verschillen. Ja, dus we proberen eigenlijk het keren van grond te beperken. Dat is voor boeren heel lastig, maar we hebben hier in dit plaatje zie je eigenlijk een voorbeeldje van een boer die 10 hectare grond heeft en een halve hectare eigenlijk traditioneel heeft beheerd en de rest heeft hij niet meer gekeerd. En je ziet eigenlijk dat in die grond die niet gekeerd is, dat er veel meer regenwormen in zitten en dat er eigenlijk veel meer bodemleven in zit. En dat uiteindelijk ook zijn voedselproductie voor de koeien een stuk hoger wordt. Voordat hij daar is, moet hij natuurlijk wel door een dalletje van 2-3 jaar omvorming. Maar als hij daar is, kan hij eigenlijk zonder meststoffen, kan hij eigenlijk veel hogere productie halen. En daar zit een knelpunt. Veel boeren durven die eerste 2-3 jaar niet te overbruggen. Want het moet zich natuurlijk wel eerst gaan herstellen. Nou, dus er waren eigenlijk allerlei redenen om onder het maaiveld te starten. Hè? Het ultieme doel was een levende bodem onder ons bestaan. Nou, of we dat ooit gaan redden, weet ik niet. Maar we zijn op zoveel fronten nu bezig dat we zeggen, oké, die bodem moet meer centraal gaan staan in ons werk. En dat zien we nu uiteindelijk gelukkig ook gebeuren. In de landbouw wordt daar veel meer aandacht aan gegeven. Bijvoorbeeld de strokenteelt is maar een voorbeeld om te noemen. Om eigenlijk ook de bodem beter te ontzien van die uitputtingen. Ja, kunnen we dat dan ook nog een maatschappelijke en economische waarde gaan geven? Nou, dat betekent dat we nu een waarderingsmechanisme aan het opzetten zijn, dat we kennis aan het verzamelen zijn. We zijn eigenlijk heel erg bezig om bewustzijn te vergroten. Ik ga daar zo meteen wat meer op in. Rechtsboven zie je een plaatje van de ecotrons bij het NIO. We hebben eigenlijk grote ponten of zeg maar stukken grond weggehaald uit landbouwgebieden. Grasland voornamelijk. En we gaan kijken op welke manier we die nou heel snel het beste kunnen gaan herstellen. En dan hebben we het eigenlijk niet eens over de vegetatie, maar over het bodemleven. Daar zijn we nu experimenten mee aan het doen. We hopen daar eigenlijk pas eind volgend jaar echt resultaten van te krijgen. We hebben zelfs een postdoc aangenomen, dus ja, dat is wel een proces wat even duurt. Maar in principe zijn we daar volop mee aan de gang. En ja, als we daar goede resultaten uit boeken, weten we ook beter hoe we bodem kunnen gaan herstellen. Niet alleen in landbouwgronden, maar ook in de openbare ruimte. We hebben dit jaar een eikcentrum opgezet, fysiek in Lelystad en in Wageningen. Het moet eigenlijk een beetje de vergaarbak worden van alle kennis die er is rondom de bodem. En dan heb ik het eigenlijk nu over de Nederlandse bodem, maar uiteindelijk gaat het ook over de internationale bodem. Daar is ook de boerderij van de toekomst. Daar wordt flink geëxperimenteerd met strokenteelten, met keren van gronden. We hebben daar een tiny forest aangelegd om te kijken van hoe doet dat. Of hoe herstelt die bodem zich dan en wordt het dan beter of slechter? Waar zit het optimum? Hoe ga je met het beheer om? We proberen een bodematlas van Nederland te maken. En dat bedoel ik niet echt een boek, maar meer een digitale kaart waarbij je steeds kunt zien hoe de data steeds beter wordt eigenlijk. En dat betekent dat je op dat moment eigenlijk alle kennis bij elkaar gaat brengen. Bewustwording is natuurlijk heel belangrijk. We zijn het jarenlang vergeten. Veel mensen hebben ook eigenlijk geen notie van wat bodem betekent. Daarom zijn we nu een bioscoopfilm aan het maken.
Die komt volgend jaar uit. Vergelijkbaar met de Hollandse Delta bijvoorbeeld. Zelfde EMS-films die dat maakt. Heel interessant. Het gaat echt over bodemleven en hoe je daarmee omgaat. Ik ga er niet te veel over vertellen, maar het wordt echt heel mooi. Er zijn allerlei citizen science dingen aan het opzetten, met IVN onder andere. Zodat mensen zelf kleine proefjes kunnen doen om data te gaan verzamelen. Ik zal verklappen, er ligt nu bij de drukker liggen er een aantal kinderboeken. Ook heel leuk. Die gaan we verspreiden naar alle scholen van Nederland, zodat kinderen voorgelezen kunnen worden met leuke verhaaltjes, maar wel in aanraking gaan komen met bodemdieren. Dus dat betekent dat we gewoon heel veel storytelling moeten gaan doen. We hebben een bodemgezant aangesteld. We zijn bodemcoaches aan het opleiden. En nou, jullie hebben ongetwijfeld ook over het Deltaplan biodiversiteitsherstel gehoord. Dat is een heel ambitieus plan, waarin naar mijn optiek nog niet heel veel beweging in zit, maar waar wij vanuit onze bodemaanpak een behoorlijke invulling aan kunnen gaan geven met heel veel partijen. Ja, daar gebeurt dus een hele hoop. Zelf ben ik ook nog bezig, daar ben ik eigenlijk een beetje verantwoordelijk voor, om een waarderingsmechanisme op te zetten. Ja, ga je dan kijken naar al die complexiteiten die we zojuist hebben besproken, dan zeg ik ja, nou laten we ons maar even focussen op die openbare ruimte. Ik ga er gewoon vanuit dat die overal slecht is, die bodemkwaliteit, dus we kunnen hem alleen maar verbeteren. Dat betekent wel dat we inzichtelijk moeten krijgen wat de status quo is. Dat doen we door samples te nemen, door gewoon te gaan meten en te kijken. Dat betekent dus dat je moet gaan kijken van wat is zo'n bodem waard? We zien dat bijvoorbeeld een gemiddeld huis 4-8% meer waard is als je op groen uitkijkt. Nou, hoe kun je dat groen dan bevorderen? Moet je dan in de aanleg of in de bouw en beheer en onderhoud daar anders mee omgaan om uiteindelijk economische winst eruit te kunnen halen? Er zijn heel veel modellen, maar die zijn vaak op de landbouw gericht. Dus je kunt voor een boer wel berekenen wat zijn productiewaarde kan zijn en hoe die daar kan opschalen. Maar voor openbare ruimte, dus onze plantsoenen en groenstroken, weten we dat absoluut niet. Het idee is dan ook om uiteindelijk aan dit mechanisme strakjes ook de natuur en de landbouw te kunnen gaan koppelen. En zoals ik aan het begin al vertelde, is dat op maat voor een veel groter programma. Ja, zo'n schema ziet er ongeveer zo uit. De complexiteit, je hebt wat sturende kaders. Wat voor grond heb je? Wat voor bodemtype? Is het openbare ruimte, landbouw of natuur? Wat heb je ermee gedaan? Is het opgebracht? Is het verontreinigd? Nou, dan kun je eigenlijk in die grote cirkel zien dat je dan ook nog vier grote factoren hebt. Het hele bodemleven verhaal. Maar ook de processen die in die bodem plaatsvinden. De bodemchemie. En hoe ga je met zo'n bodem om? Nou, daar kun je heel veel modellen op loslaten. Kun je heel veel data voor verzamelen. Dat zijn we op allerlei fronten aan het doen. En uiteindelijk moet dat leiden tot een dashboard waarin je eigenlijk simpelweg echt kunt zien wat er gebeurt. En er moet ook een uitkomst uitkomen, namelijk een stukje handelingsperspectief. Dat betekent dat je als tuinbezitter een advies moet krijgen hoe je je bodem kunt gaan verbeteren. En dat advies is anders voor een projectontwikkelaar of voor een boer. Heel complex, maar we zijn ermee bezig. We maken gebruik van data die er al is. Dus je hebt verschillende kaartlagen. Die kun je uiteindelijk neer gaan zetten. Je ziet hier al de legenda staan. Hoe ga je met de bodem om? Wat is het reinigend vermogen? Hoeveel koolstof ligt erin vast? Nou, het zijn allerlei factoren die invloed hebben op die bodemkwaliteit. En dan vervolgens kun je eigenlijk gaan inzoomen op bepaalde plekken. Hoe ziet het eruit? Wat meten we daar? Kun je daar uiteindelijk ook nog veel meer data neer gaan zetten? En hoe gaan we die data verzamelen? Want we willen natuurlijk niet in heel Nederland een schop in de grond zetten en een sample naar het lab brengen. Er zijn ook bodemsensoren. Maar meten die dan hetzelfde als wat je in het lab vindt? En kun je dat vergelijken met elkaar? Sterker nog, misschien moet je het gaan koppelen aan vegetatiestructuren. Dus als we naar kruidenrijk grasland kijken, kun je daar een bepaalde bodemkwaliteit onder hangen. Nou, dat moet je eerst onderzoeken voordat je die correlaties kunt vinden, om dan vervolgens een interpretatie te kunnen gaan geven van hoe is die bodemkwaliteit. En dat betekent dus als ik in de Beatrixstraat gewoon bepaalde data vind, dat het in de Dorpstraat misschien net zo kan zijn. Alleen de waarschijnlijkheid is misschien iets lager. Want ik heb het niet gemeten, ik heb het geïnterpreteerd. Op het moment dat daar dan een bodemsample wordt toegevoegd, dan wordt die waarschijnlijkheid weer 100%.
En zo proberen we eigenlijk Nederland een beetje in kaart te brengen. En moet je met een paar druk op de knop heel goed kunnen zien welke factoren er goed voor staan en welke niet. Je bodemkwaliteit kan fantastisch zijn, maar als die zwaar verontreinigd is, ja, heb je daar eigenlijk nog niks aan. Hè? Dus dat soort zaken moet je daaruit gaan filteren en moet gaan leiden tot een advies. Nou, we zijn dus ook bezig met projectontwikkelaars, want die hebben natuurlijk een grote woningopgave liggen. We moeten heel veel woningen bijbouwen. Dus interessant om te horen wat zij er dan van vinden. Nou, zij zien vooral beren op de weg. Vraag bouwers eens om iets anders te doen, dat is alleen maar moeilijk. Daar heb je misschien zelf ook wel ervaring mee. Het is altijd meer werk en het is lastig. Dus je moet ze eerst overtuigen wat dan de meerwaarde ervan is om iets aan die bodemkwaliteit te doen. En hoe gaan ze dat dan vervolgens verankeren in hun werk? Zo'n terrein als dit, ja, wordt de basis voor een tuin strakjes. Nou, wat we nu zien gebeuren is dat het wordt afgegraven, er wordt gebouwd en er wordt er gewoon klapzand op gegooid en dan heb jij je tuin. Ja, daar heb je natuurlijk niks aan. Dus we doen onderzoek in dit soort processen om te kijken hoe we die bodemkwaliteit kunnen verbeteren. Dat betekent dat je met terugwerkende kracht kunt gaan meten. Dus de nulmeting voordat het gebouwd wordt, tijdens de bouw. Maar je kunt ook in de wijk een paar straten terug die een jaar geleden zijn opgeleverd of 5 jaar geleden. En kun je de data gaan vergelijken met elkaar. De inrichting, ja, die is heel erg bepalend. Op het moment dat een projectontwikkelaar en de aannemer zeggen, hey, we gaan de bodem gelijk bij oplevering verbeteren, betekent dus verlaging van beheer en onderhoud in het openbaar groen. Dus de gemeente heeft daar belang bij en er ontstaat een betere biodiversiteit, dus misschien ook wel een hogere waarde voor je kavel. Kijk, en dan wordt het interessant, want op het moment dat je dan die kleine input levert, kun je als ontwikkelaar daar ook weer meer geld op verdienen. En dan, ja, dan is de motivatie bij die groep natuurlijk altijd heel hoog. Nou, we zijn nu met een aantal partijen dit aan het onderzoeken, hoe dat dan werkt. Ja, dan heb je natuurlijk ook een taxateur nodig die dat kan taxeren. Nou, ik ben onlangs verhuisd en dan heb je zo'n taxateur een keer over de vloer gehad. En dan vraag ik gewoon eens even tussen neus en lippen door, hoe ga je nou eigenlijk om met natuurwaarde taxeren? Nou, dat wordt op dit moment niet gedaan. Iedere gemeente heeft gewoon een vaste prijs per vierkante meter. Maar er wordt niet gekeken of daar dan beton op ligt of dat er dan bomen op staan. Het blijft dezelfde prijs. En dat moet denk ik wel gaan veranderen. Dus op het moment dat het klimaatadaptief wordt, want dan moeten we toch weer gaan omdenken. Hè, een bodem die ervoor zorgt dat er minder water blijft staan, die verkoelend gaat werken. Ja, die heeft eigenlijk ook een hogere grondprijs, vind ik. En daar zijn een aantal taxateurs mee eens. Dus we zijn nu aan het kijken hoe we dat eigenlijk tot een norm kunnen gaan verheffen. En als je daar dan mee bezig bent, dan zijn we met Infranatuur, dat is een grote werkgroep onder het Deltaplan, die ik in 2016 heb opgezet, met grote partijen bezig om te kijken hoe kunnen we in de hele bouw en onze infrastructuur nu beter met die grond omgaan. Dus je zag vaak dat, ja, wordt er een, nou, neem even het voorbeeld Floriade in Venlo, wordt een heel nieuwe op- en afrit aangelegd, maar daar wordt grond gebruikt uit een heel ander gebied van Nederland. Ja, en dan zie je eigenlijk dus dat de beheer- en onderhoudskosten uiteindelijk veel hoger worden, omdat je een verkeerde grondtype hebt toegepast in een omgeving die daar helemaal niet in thuis hoort. Dus de biodiversiteit slaat helemaal niet aan in die omgeving. En nou, we proberen met dit soort partijen te kijken van, kunnen we dat verbeteren? Hoe ga je naar bouwprojecten om met de grond? Hè? Er staan overal van die zware machines. Als je dan weggaat, trek er een keer een frees doorheen om die bodem open te werken, zodat je bodemleven beter kan herstellen. En zo kun je dat in allerlei vakjes gaan duwen. Dus de infrastructuur, wonen, innovaties, processen. En eigenlijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Maar ja, die partijen hebben dat eigenlijk gewoon allemaal nodig om een alibi te hebben om te kunnen werken. Dus bij bedrijven ben ik hard bezig om te kijken van, kun je dat dan gaan verbeteren. Hier een voorbeeldje, een tijdje geleden alweer. Philips in Drachten, een mooi gazon. We herkennen het wel, je ziet het op heel veel bedrijventerreinen. Zij willen heel graag iets doen aan hun duurzaamheidsbeleid. Dus ik zei, nou ja, biodiversiteit is er één van. Wat is de functie van dit terrein? Nou, die was er eigenlijk niet. Dus we hebben hem omgevormd naar kruidenrijk grasland met een wadi. En het zorgt ervoor dat je aan de linkerkant hebben we een houtwal geplaatst, zodat de mensen ook geen last meer hadden van de schittering van het zonlicht op de auto's. Waardoor je eigenlijk een natuuroplossing hebt voor het hele terrein.
plus biodiversiteit en bodemherstel. In principe passen we ook toe in kleurkeur, het ecologisch bermbeheer, wat we inmiddels denk ik in heel Nederland aan het uitrollen zijn. Samen met Antonie Stip heb ik dit geïnitieerd en zijn we nu eigenlijk zover dat we meer dan 1000 groenvoorzieners hebben opgeleid om ecologisch bermbeheer toe te gaan passen. Dat betekent dat een aantal gemeentes dit gaan inzetten, provincies, Rijkswaterstaat, ProRail, om eigenlijk weer terug te gaan naar bloemrijke bermen. Aan het begin van mijn verhaal vertelde ik al het nut daarvan. Het onderdrukken van plagen, zoals de eikenprocessierups. Een betere veerkracht in de bodem zorgt natuurlijk ook voor het verlagen van risico van bermbranden. Een hogere biodiversiteit, vasthouden van ziektes, betere waterretentie. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken. Ik ben heel blij dat we hier heel succesvol in zijn en dat we eigenlijk langzaamaan de Nederlandse infrastructuur eigenlijk weer aan het verkleuren zijn met bloemen. En het is altijd leuk om dan te kijken. Hè? Dus wij leren die mensen onder andere dat je aan bepaalde planten kunt zien dat het niet goed zit in die bodem. Dat het aan het verruigen is. En als je dat gaat herkennen, dan kun je daar ook naar gaan beheren. Het kost heel veel geld. We zeggen dan ook altijd tegen gemeentes van ja, het gaat niet alleen maar over beheer en onderhoud van het groen. Het heeft dus ook met die randzaken als klimaat, gezondheid en veiligheid te maken. Voor de beheerders en voor de maaimachines, voor de machinisten is het belangrijk om dit soort soorten te herkennen. We leren ze natuurlijk ook de soorten die heel erg belangrijk zijn voor soorten. Dus de vlinderbloemige, de composieten, de schermbloemen. Nou, jullie kennen ze allemaal wel, die heel veel waarde hebben voor insecten. Als voedsel, maar ook om hun voortplanting te garanderen. Dus dat is iets wat we die mensen allemaal meegeven. Ja, wat kun je dan zelf doen? Want dit is natuurlijk wel op grote schaal bij gemeentes, provincies, bij bedrijven. Maar mensen kunnen natuurlijk thuis in hun tuin ook al beginnen. Het begint eigenlijk al met heel simpel data verzamelen. Dus je kunt meedoen aan de Bodemdierendag. Je kunt gewoon waarnemingen doen. Dus ik vond onlangs een populatie mierenpissenbedden in mijn tuin. Hartstikke leuk. Komt helemaal niet zoveel voor, maar zegt toch weer iets over de kwaliteit van de bodem. Minder wieden, dat soort zaken. Ja, bestrijdingsmiddelen uit den boze. Dus ik zie soms wel mensen met azijn aan de gang. Nou, doe dat vooral niet, want dat is nog erger dan bestrijdingsmiddelen. Je kunt compost gebruiken, geen turf gebruiken. Nou ja, kort, eigenlijk is dit een open deur, hè? Je kunt zoveel dingen doen. Ja, dit zien we natuurlijk heel veel. En ja, wat zal ik zeggen? Het is voor veel mensen helemaal niet zo logisch om je tuin te vergroenen. Ja, wat maakt dat nou uit? Een paar vlinders meer of minder. Veel mensen geven er niet om. Maar zoals ik al zei, het gaat vaak om een stukje omdenken. Dus je hebt hier dit soort tuinen. Ja, het is gewoon heel erg arm aan soorten. Ik kan er nog heel veel laten zien. Ik heb onderzoek laten doen, een van mijn studenten. De conclusie was, we hebben even gekeken naar de gemiddelde woningtype in Nederland uit de jaren 70. De standaard tuinen, standaard formaat. Hoeveel procent nou eigenlijk versteende voortuinen heeft. En dan moeten jullie niet schrikken, maar dat percentage loopt tegen de 80%. Dan hebben we gekeken in steden en dorpen. En 80% versteende tuinen vind ik echt te slecht. We hebben nog niet eens in de millenniumwijken gekeken, waar het volgens mij nog erger is. Maar nogmaals, veel mensen denken, ja, te veel onderhoud, kost te veel. En dan begin ik vaak dus over wateroverlast. Hè. Je keuken loopt vol omdat het water niet weg kan. Het wordt te heet in de tuin, want zomers zit je niet meer buiten. Je hebt last van wespen. Dat kun je allemaal ondervangen door je tuin veel beter te vergroenen. En dus ik heb er een boek over geschreven. Hoe ga je nou om met die tuin? Tuinieren voor bijen en vlinders. Waarbij ik eigenlijk helemaal niet zeg wat je moet doen. Ik geef eigenlijk meer handreikingen hoe je dingen kunt doen. En ja, heel belangrijk is niet wat je doet, maar hoe je het doet. Dat betekent dus dat je gaat kijken van wateroverlast. Op het moment dat je de helft minder tegels hebt, heb je het probleem verholpen. Die wespen zetten gewoon bloemen in je tuin, dan komen ze er niet meer op af. Dus op het moment dat ik rode duizendknoop in de tuin zet, zitten daar allemaal wespen op. Maar die zitten niet meer bij mij aan tafel. Nou, dus als je dat verhaal een beetje uitlegt, snappen mensen veel beter dat ze er veel meer baat bij hebben. Mijn ervaring is dat als ik vertel dat je je tuin moet vergroenen omdat het slecht gaat met vlinders en met andere insecten,
dat ik meestal tegen de muur aanloop, van de koude kermis thuis kom. Want mensen vinden dat helemaal niet zo belangrijk. Ze vinden het schokkend, maar het is niet hun probleem. Op het moment dat het te heet wordt of er is wateroverlast, ja, dan wordt het interessant, want dan raakt het hen. Je kunt natuurlijk heel makkelijk vergroenen. Open tegels, veel meer borders, in plaats van stenen met houtsnippers gaan werken. Dat zijn zaken, ik kan daar best nog een keer een hele lezing over geven, wat je allemaal wel en niet kunt doen. Ik zie het. Ik ben net verhuisd, dit is mijn oude tuin. Als ik daar een schop in de grond zet, had ik echt wel 20 wormen per steek zo'n beetje. Die mierenpissenbedden had ik er gevonden. Ik heb heel veel bodemleven. En dat resulteert ook weer boven de grond. Hè? Meer dan 400 soorten nachtvlinders. Soorten die in de bodem verpoppen, op de grond leven. Je ziet de egel, de muizen rondlopen, die dan ook weer zoeken naar slakken en dat soort zaken. Merels en zanglijsters die in het grasveld voedsel vinden. Kortom, je tuin leeft op dat moment. En nou, dat is eigenlijk de grootste motivatie voor ons geweest om onder het maaiveld op te gaan zetten. Zodat we eigenlijk weer naar die levende bodem gaan. En dat we dus eigenlijk ook de biodiversiteit boven de grond weer kunnen verbeteren. Leuke tips, kijk er eens in. Inzaaien van bloemen vinden we heel belangrijk, maar ik zeg altijd, doe het wel met verstand. Dit is de A4, de Honey Highway. Prachtig natuurlijk, al die klaprozen. Maar het is wel een teken van verstoorde grond. Klaprozen heb je meestal maar 1, 2, misschien 3 jaar en dan zijn ze weg. Het zijn echt soorten die indiceren verstoorde grond. Dus dit is niet duurzaam. Je kunt beter omgaan met de vaste planten, met goed beheer. Dan denk ik dat je beter je biodiversiteit kunt herstellen en uiteindelijk ook de bodem dan overal maar wat gaan inzaaien. Ik kom aan het eind van mijn verhaal. Ik heb er toch nog een paar vlinders in gedaan, want ik dacht dat moet natuurlijk. Ik werk bij de Vlinderstichting, dus een paar voorbeeldjes dan nog. Hè. Het pimpernelblauwtje, het donkerpimpernelblauwtje, die hebben we natuurlijk net ook al een beetje gezien. Maar ook Icarusblauwtjes, hè, die komen natuurlijk in alle bermen zo'n beetje voor, zijn ook weer afhankelijk van bodem en bodemkwaliteit. Tot aan de mooiste vlinders, de koninginnenpage in de moestuin. Daar kun je ook met verstand omgaan met de bodem. Nou, dat was een beetje mijn verhaal. Ik zie op mijn teller dat ik een uurtje verder ben. Dus wat mij betreft is er nog ruimte voor vragen. En zal ik mijn presentatie afsluiten. Uiteraard kunnen jullie altijd nog mailen. Via de website van de Vlinderstichting kun je ook alle medewerkers daar benaderen. Kun je vragen stellen. Maar je kan het ook nu doen als we nog een paar minuten over hebben. Dank jullie wel. Oké. Ja, Albert, dank je wel voor deze interessante lezing. Behalve boven de grond hebben we nu ook een kijkje gekregen onder de grond. En er zijn inderdaad al wat vragen binnengekomen. Er is een vraag van Rens. Hoe wordt bodemkwaliteit concreet gemeten? Hij zegt, want ecologie lijkt me moeilijker te kwantificeren wanneer micro-organismen een grotere rol spelen en die moeilijker empirisch te volgen zijn. Dat is een hele goede vraag. Dat is ook een zoektocht waar we nu mee bezig zijn. Je kunt zoveel dingen meten. Je kunt naar het lab gaan, je kunt al die mineralen gaan meten, de pH, het vocht, de temperatuur. Je kunt uiteindelijk ook gewoon gaan kijken welke bodemdieren vind je. Beerdiertjes, springstaarten, dat soort zaken. Dus wij zoeken eigenlijk nu aan een aantal factoren die eigenlijk het meeste zeggen over bodemkwaliteit. En dan kom je eigenlijk al heel snel terecht in het organisch stofgehalte. Kom je heel snel in de bacterie-schimmelverhouding terecht. pH is eigenlijk helemaal niet zo'n goede indicator. Hè, want of ik hier nou een sample neem of 100 meter verder, gaat die pH niet zoveel verschillen. Dus dat zegt niet zoveel. Terwijl je bodemleven totaal anders uit kan zien. Ja, dus we proberen te kijken van hoe kunnen we nou de beste factoren in kaart brengen die ons op dit moment het meeste vertellen. En dan ga je eigenlijk naar de basale factoren, zoals die ik net noemde. Ja. Deze is ook van Rens, maar die heb je volgens mij al min of meer beantwoord. Is de diversiteit van het bodemleven evenredig aan de bovengrondse diversiteit? Ja, dat is maar net hoe je het beschouwt. Hè. Ik heb net laten zien dat de diversiteit onder de grond zo complex en zo groot is. Alleen, het zijn veel kleinere organismen natuurlijk. Maar het werkt hetzelfde als boven de grond.
En daar herkennen we natuurlijk iets minder soorten. We kennen ook niet alle soorten. Ik heb een laboratoriumopleiding als achtergrond. Daar hebben we schimmels en bacteriën moeten identificeren. Ik kan je zeggen, dat is niet heel makkelijk. Nee, precies. We kennen ze ook nog lang niet allemaal. Nee. Dan een vraag van Janneke. Kun je een bodem die verpest is door verkeerd landbouwkundig gebruik herstellen door deze te enten met schimmels en bacteriën? Ja, dat is wel een hele klus als je die moet gaan enten. Kijk, de natuur heeft natuurlijk een behoorlijke kracht van zichzelf. Dus zo'n bodem kan zich uiteindelijk heel goed herstellen. Dat is ook een van de redenen waarom we nu die ecotrons bij het nieuw hebben staan. Van hoe kunnen we dat nou het beste doen? Dan kijk je eigenlijk een beetje naar het enten. Hè? Dus je brengt eigenlijk een bodem van goede kwaliteit op de slechte. En kijk je hoe lang het duurt voordat dat inoculeert. En of dan die bodem daadwerkelijk kan herstellen. Op het moment dat je de bodem beter gaat bewerken, dus je zou hem openfrezen, of in dit geval, zoals ik net liet zien, minder keren, hè, dus dat je hem minder omploegt, dan zie je dat het herstel uiteindelijk na 2-3 jaar behoorlijk bijdraagt aan het herstel onder de grond. En... Nog weer een vraag van Renzo. Zijn er betrouwbare data over bodemkwaliteit versus opbrengst voor biologische en andere soorten alternatieve landbouwvormen? En dan zowel financieel als in kilo's? Zeker, er zijn een aantal modellen voor. Wij werken intensief samen met onder andere Weiland. Die hebben een groep van zo'n 30 boeren die hier experimenteel mee bezig zijn. Die al hun data in de modellen zetten. Waarbij we daadwerkelijk zien dat er een hogere productie is in kilo's. En ook in opbrengsten. Dus om die vraag positief te kunnen beantwoorden, zou je eens op die site kunnen kijken van Weiland. Daar staat uitgelegd hoe dat werkt. Daarnaast zijn er nog veel meer modellen waarmee we samenwerken met BLN. Dus dat is eigenlijk de bodemindicator modellering voor de landbouw. Waarbij boeren eigenlijk zelf kunnen zien hoe de status quo van hun gronden zijn. Boeren zijn niet zo happig om die data met elkaar te delen. Dus daar ligt nog wel een uitdaging. Want ja, het raakt natuurlijk een businessmodel en dus ook de concurrentie. Dus we moeten dat ergens een beetje anonimiseren. En welke site bedoel je dan precies? Je zei op de site Weiland, bedoel je dan de site van Onder het Maaiveld? Of welke bedoel je? Ja, via Onder het Maaiveld kun je daar ook komen. En je kunt direct naar wij.land gaan. En daar zie je wel hoe die boeren te werk gaan en wat de opbrengsten zijn. Oké, dankjewel. En een volgende vraag is of het bekend is hoeveel grondoppervlak tuin is... En dan gekwantificeerd hoeveel effect dit op bijvoorbeeld biodiversiteit kan hebben. Ja, weten we niet precies. Dat is altijd heel lastig. Nee. Ja. Ik vergelijk hem even met infrastructuur. Mensen vragen wel eens van, goh Albert, weet je hoeveel procent van Nederland uit bermen bestaat? Maar ook daarin zit zo'n differentiatie in van wat is nu precies een berm en niet. Dus met tuinen is dat natuurlijk ook een beetje zo. Wat tel je nu mee als tuin en wat niet? Is je opgericht tuin of niet? Dat vind ik heel lastig. Dat kan ik niet precies zeggen. En dan een volgende vraag. Even kijken. Of jullie elementanalyse en NMR-spectra gebruiken. Die veel pieken genereren, maar met de computer te scheiden zijn. En dan laten te relateren aan indicatoren van planten, vlinders en mossen. Ik snap er niks van, maar jij denk ik wel. Ja, het wordt bij het NIO wordt dat helemaal geanalyseerd, waarbij we zeg maar de abiotische en de biotische waarden gaan analyseren. Ik weet niet of er NMR-spectra worden onderzocht. Volgens mij op dit moment nog niet. Zoals ik al zei, niet. Je kunt natuurlijk alles gaan meten, maar interessant is natuurlijk uiteindelijk te weten welke processen, welke soorten de meeste indicatieve waarden hebben. En dat is denk ik voor dit moment heel erg belangrijk. We proberen nu wel die correlatie te gaan leggen met vegetatietypen die we het meeste vinden. Dus dat is dat voedselrijke grasland met madeliefjes en paardenbloemen. En het weegbreed erin. Dan kun je gaan kijken van oké, wat is de kwaliteit daarin? En welke soorten en welke factoren zeggen daar dan uiteindelijk het meeste over? Dus we kunnen een heel spectraal overzicht maken met welke stoffen allemaal in de grond zitten en welke soorten we allemaal gaan aantreffen. Maar
uiteindelijk kun je ook iets gaan zeggen bijvoorbeeld over de waterdoorlaatbaarheid. Je kunt iets gaan zeggen over het organisch stofgehalte. Op het moment dat je die factoren steeds constant kunt terugmeten, dan kun je uiteindelijk gaan zeggen, hey, we vinden hier een bepaald vegetatietype. En dat is aannemelijk dat dat die bodemkwaliteit heeft. Oké. Ja. En ik denk dat we uiteindelijk, en daar gaat onze postdoc zeker op in, dat we dan eigenlijk ook nog wel de verdiepende analyses in gaan om daar juist wat meer interactieve analyses uit te halen. Ja. Dan is hier nog een heel praktische vraag van Winnie. Die vond het een heel interessante lezing. Er is nog veel werk te verrichten en ze vraagt hoe kun je meedoen aan citizen science? Ja, je hebt de bodemdierendagen genoemd. Zeker. Dat is één. IVN is pakketten aan het ontwikkelen. Dus die zullen binnenkort ook via hun website beschikbaar zijn. Dat is de andere. We werken ook met Earthwatch, die een soil kit aan het ontwikkelen zijn, die eigenlijk heel erg overeenkomt met die van het IVN. Hè? Want uiteindelijk wil je in de citizen science ook niet heel erg verschillende proefjes gaan doen om die data uiteindelijk bij elkaar te kunnen zetten. Dus dingen die je gaat meten is onder andere het aantal regenwormen in de bodem. Dat zegt ontzettend veel. De waterdoorlaatbaarheid is zo'n proefje bijvoorbeeld. Zo zijn er een aantal van die dingetjes die in die pakketten zitten. En die kun je heel makkelijk dus eigenlijk via die data, via die websites bereiken. Ja. De dierendagen worden ook gekoppeld aan de bodemkaart uiteindelijk. Ja, ja. Ja. Ja, het zal een beetje, IVN heeft volgens mij ook van die waterpakketten, dat je met watermonsters kunt meten. Zo, het zal denk ik vergelijkbaar worden. Zeker, ja. Ja, ja. Even kijken, dat waren vragen in de chat volgens mij. Ik had ook nog een vraag, want je zei op een gegeven moment ook van, we gaan ook bodemcoaches opleiden. Aan wat voor soort mensen moet ik dan denken? Zijn dat professionals? Zijn dat... kunnen dat ook particulieren zijn? En wat gaan die mensen doen? Wat is de bedoeling van die mensen? Het is een project wat ik niet helemaal zelf aanstuur. Maar via de HAS Den Bosch, de hogeschool in Den Bosch, worden er nu mensen opgeleid. Ik meen dat het er 12 zijn van verschillende gremia. Dus er zit een boer bij, er zit een accountant in. Er zitten eigenlijk gewoon belangstellenden in die eigenlijk een soort opleiding volgen nu tot bodemcoach. Dat betekent dat ze leren, even in de notendop wat ik heb verteld net, maar ook wat meer details hoe die processen gaan en vooral wat je kunt doen om die bodem te verbeteren. Zodat zij eigenlijk een stukje werk kunnen gaan verrichten op het gebied van adviseren voor gemeentes en voor groenontwikkelaars. Oké, ja, prima. Even kijken. Nou, zijn er nog... andere vragen van mensen? Kunnen wij. Heeft er iemand nog een vraag of is alles helemaal helder? Wat Albert verteld heeft. Bart. Of niet? Ja, ik zie Bart zijn vinger omhoog. Ja. Ja, goedenavond. Wij zitten hier natuurlijk op de Veluwe met arme zandgronden. En dan zijn we heel erg gewend aan door maaien en afvoeren. Om die boel weer een beetje te verschralen met al die akelige stikstof die erop ligt. Maar je haalt dan ook alle andere mineralen weg. Heb je een idee wat er gebeurt? Krijgen we die gronden weer goed? Ja, dat is een lastig in te schatten. Het hangt heel erg af van wanneer maaien. Dat is natuurlijk sowieso belangrijk. We zeggen eigenlijk op arme gronden, als je wil verschralen, is in principe één keer per jaar maaien en het maaisel afvoeren voldoende. Waarbij we eigenlijk adviseren om dat altijd wel gefaseerd te doen, waardoor je een stukje laat staan. En dat stukje eigenlijk nooit hetzelfde stukje kan zijn. Dus ieder jaar pak je een ander stukje. En dan laat je zeg maar zo'n 15-30% van je vegetatie staan. Door dan af te voeren, dan ga je eigenlijk verschralen, waardoor je dus... de grassen wat meer wegdrukt, waardoor je kruiden eigenlijk beter kunnen ontwikkelen. Maar dit verhaal doet ons ook wel een beetje inzien dat misschien op sommige plekken toch niet één keer maaien voldoende is en dat je toch naar die twee keer terug moet gaan pakken. Omdat het zo snel groeit door die stikstof, dat je uiteindelijk toch sneller moet gaan verschralen. We weten zelfs dat op kleigebieden is dat al helemaal niet haalbaar. Moet je zelfs naar drie keer toe. En op sommige plekken is het eigenlijk noodzakelijk om
andere ingrepen te doen. Er worden nu ook heel veel proeven gedaan met steenmeel bijvoorbeeld in Brabant. Waarbij echt helikopters met gruis over de bossen vliegen om daar allemaal mineralen te deponeren. We hebben berekend dat je Nederland onder een halve meter steenmeel moet dekken om eigenlijk de hele bodemkwaliteit te verbeteren. Nou, dat lijkt me niet te doen. Dus nee. Ik ben bang dat we, ja, dat we ook gewoon een beetje aan de late kant zijn met het herstel. Nou, je verliest ook andere mineralen. Hè? Dus op het moment dat je afvoert, dan gaat bijvoorbeeld op zo'n arme zandgronden is fosfor vaak een beperkende factor voor groei. Mm-hmm. Ja. En ook slecht opnemer uit de bodem. En die, die voer je net zo goed af. En mangaan en magnesium en micronutriënten, zeg maar. Ja, nee, dat klopt. Hè? Dus daarom zeg ik, als je balans in de bodem voldoende is, dan is die aanvoer van die mineralen ook ruim voldoende in een gezonde situatie. Dus de vraag is even, wat zijn de consequenties daarvan? We hebben op dit moment nog niet het idee dat zeg maar, het afvoeren van die mineralen nu leidt tot een nog sterkere destructie van onze habitat. Maar ja, dat zouden we ook moeten meten uiteindelijk. Ja. Janneke, ik kom zo bij jou. Er is eerst een vraag even van iemand die vraagt waar jouw boekje, De Vlinders en Bijen, waar die te koop is. Volgens mij heb ik hem ook bij Kniphorst zien liggen. Kun je hem online bij bol.com kopen. Je kunt hem hier bij de Vlinderstichting bestellen. Er zijn veel plekken, geloof ik. Ja. Even kijken. Janneke, jij had nog een vraag. Ja, mijn vraag gaat verder op dat punt van versalen. De meeste tuinprogramma's en dergelijke die bejubelen het belang van compost voor je tuin en moedigen dat heel erg aan dat je zelf gaat composteren. En ik meen dat jij daar ook iets over zei. Maar doe je dan niet eigenlijk het omgekeerde van versralen? En wanneer is dat versralen nou wel goed en wanneer niet? Want je moet toch ook veel organische stof in je bodem hebben. En als je alles afvoert, dan verdwijnt ook de organische stof. Ja, het is altijd een zoektocht van wat is nou de juiste balans. Ja. Kijk, op zandgronden kun je je voorstellen als je een border hebt met vaste planten, dat je heel graag toch wat voedingsstoffen wilt hebben. Dat je dus juist gebruik maakt van het organisch materiaal wat er al ligt. Ik ben eigenlijk niet zo voorstander van composteren en vermesten. Ik vind dat we al meststoffen genoeg hebben. Dus wat mij betreft niet. Maar ja, Wat precies niet? Geen compost toevoegen? Of? Nee, gewoon eigenlijk je blad laten vallen en laten liggen. Maar niet vercomposteren en toevoegen aan je tuin. Dat is volgens mij niet nodig. In ieder geval niet in kleigebieden. Ik heb het zelf. Wat wordt aangemoedigd is dus niet het afvoeren van gras, et cetera. Nee. Maar juist het bewaren van alle plantaardig materiaal op de grond die je hebt. En dat dus gecomposteerd weer aan de grond toevoegen. Klopt. Nou, eigenlijk raak je hier een hele andere essentie. We hebben onlangs nog bij het ministerie aangekaart dat we eigenlijk willen we zeg maar een natuurinclusieve samenleving krijgen en herstel van biodiversiteit hebben, dat we eigenlijk ook geschoold personeel moeten hebben, geschoolde vakmensen. Dus de vakbekwaamheid die berust nu op zeg maar, ja, mensen die het vak hebben geleerd in de periode dat dit heel gewoon was om te composteren, om bepaalde planten aan te zetten. Terwijl eigenlijk moet er een andere gedachtegang op zitten, ook in het bermbeheer, om uiteindelijk de boel te gaan verbeteren. Dus wat je op televisie ziet van, je kunt allerlei producten toevoegen aan je tuin. Ik ben helemaal niet zo voorstander van het. Is een van de redenen waarom Lodewijk Hoekstra bijvoorbeeld gestopt is met het programma. Want die werd het een beetje zat om dat allemaal te moeten promoten. Hij zei, ja, dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Hij is ook een tijdje ambassadeur geweest van ons. En is inmiddels voorvechter van een natuurinclusieve stad. En dit soort producten zijn denk ik eigenlijk helemaal niet nodig. Niet in onze maatschappij op dit moment. Nee, maar je hebt het nu over producten die je in de winkel koopt. En ik heb het over zeg maar meer gebruik van eigen materialen uit je eigen tuin. Ja, nou, je houdt de kringloop kort. Hè? Dus nogmaals, ik zelf doe dat ook. Ik hou gewoon mijn eigen blokmateriaal in mijn eigen tuin. En ik ga dat niet extra vercomposteren. Ik laat het in principe gewoon liggen. En het verteert en wordt vanzelf opgenomen. En je kunt ervoor kiezen om het te vercomposteren, omdat het iets makkelijker bewerkt dan dat je het op andere plekken kunt brengen. Maar in principe doe ik er gewoon helemaal niks mee. En ik heb geen overschot aan blad in de tuin.
Goed. Nou, voor de rest een heleboel mensen die jou bedanken voor je interessante lezing. Graag gedaan. Iemand die ook nog nieuwsgierig is naar de rol van bodemcoaches, maar met jou persoonlijk contact daarover zal opnemen. Dat mag. Goed. Even kijken. Ad is dat, hè? Ad heeft ook nog een handje opgestoken. Applausje volgens mij. Of is het een applausje? Dat leek het al. Ja, het is een applausje. Ja, precies. Applausje, oké, sorry. zijn er nog andere vragen? Nee, volgens mij denk ik dat we zo mooi aan het eind zijn gekomen. Ik wil je nogmaals heel hartelijk bedanken voor je interessante verhaal. Graag gedaan. En wens je heel veel succes met het verdere programma. En we zullen vaste resultaten horen. En we kunnen natuurlijk allemaal bij het IVN TCT een kitje aanvragen. En dan kunnen we allemaal aan de slag in de bodem, met de bodem. Heel goed. Dank jullie wel voor de aandacht. En tot de volgende keer. Ja, oké. Hartelijk dank. Tot ziens. Tot ziens.